tweede helft van die laatste toets op hulle sport in die 1970 All Blacks voer Jochie Jansen weer een van sy moedbrekende plettervat uit, die keer op Kimber. Losbal word in Mannetjies Roo opgeskep en hy vorder goed. En Mannetjies Roo stuur vir Gert Muller weg. Thomas wat met een gooi naar Harry Swakskop van Kiernan. Achter is het Tommy Bedford wat oortlap en is Jan Ellis wat wil optel, maar hy kan nie. Bob Taylors by hom, dan kry hom toch in die handen, gooi tegen Gerkie Breinaard vast, wat die kan raakvat nie. Los Krummond wikkel in die middel van die veld op die 10-3-stippellijn van die Britse eilanden en dan kry David de Villiers die bal naar Versace. Versace naar Roo. Roo is deur 'n gap en hy is op die kwartlijn, hy hardloop steeds. Mannetjies Roo! Mannetjies Roo! Ons voorspelers lê op Ellis Park in 1960 die grondslag vir Suid-Afrika se sege. En die agterspelers voer die telbord. Die groot Transvaalse vleuel Henny van Sail druk 2-3. Die eerste een was 'n juweel. Peer, ja, dit was 'n beweging wat hulle vandag nog gereeld gebruik. In die tweede helfte antwoord die Australiërs met 'n 3-deur McMahon. Ja, Becker het ook een handje in die mooiste drie van daar die derde toets, Wolf Rosenberg zijn. Becker naar Durant, naar Rosenberg. Het is 4:10, die middag van zaterdag 13 augustus 1949. Die bal is in de handen van Hansie Brewis, die loskakel. Die oomblik het aangebreek voor ons eerste naoorlogse drie en een van de heel bestes in die ganse sage. Daar komt die bal uit Afrika, naar buiten. Brewis van het kip geprobeerd. Nee, daar valt Keurnie omlaag. En hij loopt daar, hij is hier, hij is hier, hij is hier. Sasi wat om vat. Dus Tobias, Dani Gerber, dit is Verlet. Prachtig de gaping naar Trek Verlet. Hallo voor Dani Gerber, op en nou komt Dani Gerber zijn drie. Soos verlede week is skitterende drie door Gerber. Na een wonderlijke breekslag door John Verlet. Lastra wat oorklap. Gatje, dit is Porta. En Porta nog steeds die bal. Goeie volbeweging daarin, maar Wijnand Klaas net baie mooi kom dek. Hy tel op. En wat opgegeven naar Wiskat door Dani Gerber. En daar trek Gerber. Gaan hulle omkeer, hulle gaan hulle omkeer. Die het loopie van seker een goeie 70 meter. En hy trek oor en hy druk om. Maar ek sou sê, die drie behoort aan Wijnand Klaas en Suid-Afrika's kaptein. Ja, dat was baie slim spel deur om Jan om op die regte oomblik daar te wees en toe hulle die fout maak, raap hy die bal op. Nou ja, jy kan nie vir Dani Gerber keer as hy op vol speel. Andrew Donald en vir Oulaas wil Simpson daar deur 'n gaping probeer kom, kry dit nie heeltemal reg, maar die Mixter dit ondersteun. Kan hom weer kry. Donald wat uitgee en Fox wat jou werklik waar aanslaan. Maar die voordeel die word toegelaat. Hier is Poet. Jaco Reinach. Robert Koppel throws to Div Visser. To Border, picked it up nicely to Gerber. And here's Pina up to Jenny Gerberseis. The defense is across. Well, that's a fine try. And Gerberseis singles his return with a great try in the corner.